Café Tinto wordt mede mogelijk gemaakt door Bas, Mode in de Polder. Mart Kleppen, de kunst van mooi wonen. En ProLife, de christelijke zorgverzekeraar. In aflevering 287 van Café Tinto zit er nog aan tafel Floor Komen. Hij schreef het boek Soms in Afrika en vertelde over zijn belevenissen daar. En dat schrijft hij over in het boek. En Rob Honsmerk van Stichting Generatio. We hadden het over de jonge gezinnendag die aanstaande zaterdag wordt gehouden in Hardingsveld, Giessendam. En dan zit ik hier met Jane Lassonder en Henk Stoorvogel. Henk schreef een boek, een indrukwekkend boek over het leven van Jane Lassonder. Jane, haar leven was een hel totdat ze geraakt werd door de hemel. En hier de flaptekst, daar staat: het leven is een aaneenreiging van dieptepunten en bizarre verschrikkingen. Als dagenlange opsluiting in een kast, misbruik, verkrachting, gedwongen abortus. Grote thema's als angst, identiteit, genade en vergeving zijn in dit boek een concrete werkelijkheid. Confronterend boek. Wow, dit is jouw leven. Ja, helemaal. Alles. Alles? Ja, alles zit erin. Jij wilde zelf dat dit boek geschreven werd, hè? Waarom? Nou, omdat ik kom tegen zoveel mensen, niet alleen vrouwen, maar ook mannen. En er is zoveel soort geheimen. En zoveel mensen met verslaving, met drankprobleem, met gewoon niet blije mensen. En hij durft niks te zeggen omdat ik soort taboe is. Omdat dat gebeurt niet in gezinnen. Misbruik en dat soort dingen. En als ik soms gewoon durf te zeggen te mensen, ik zie dat je verdrietig bent, is er iets? Ja, maar anders vind je mij vies. En ik zeg, ja, maar er zijn dingen met mij ook gebeurd. En als ik open zijn, gaat de mensen ook helemaal los en vertellen en huilen en dan kan je elkaar een soort troost geven en zeggen, kijk, wat God, als God mij kan zien en mij kan helpen, dat kan hij voor iedereen. Ja. En dan dacht ik, na zoveel ellende te zien en mensen's levensverhaal te horen, dan dacht ik, iedereen durft niet, iedereen houdt ik vast en dan gaat gezinnen kapot, dan gaat relaties kapot. Door dit soort verborgen geheim dat mensen denken iets, dat ze niks waard zijn of vies zijn. Heb jij jouw verhaal ook lang achtergehouden, ook geheim gehouden? Ja, jaren. Ik ben nu bijna 48 en ik durfde alleen een jaar geleden mijn verhaal op papier te zetten. En 25 jaar geleden woonde ik in Israël en wou een schrijver mijn verhaal. Ik woon bij haar en zij kende een beetje, zij zag hoe ik leefde. En ze zegt, ik wil echt een boek over je schrijven en God had mij dat verteld. En ik zeg, nou, hij heeft mij dat niet verteld en dat ga ik nooit doen. Nooit. Waarom wil je dat toen niet? Omdat ik voel me niks waard. Ik voel me vies. Ik denk, de dingen dat mij overkomt, dan is het mijn fout. Ik heb dat zeker schuld aan. Ja, dat ga je dan helemaal niet vertellen aan iemand. Ja, en ik was niet zo ver met God. Ik begon in God te geloven, maar God was hier. Hij was grote machtig voor iedereen, maar voor kleine Jane. Nou ja, ik was niks waard, maar oké, ik kon in hem geloven, maar niet als vader. Dat was, vaders voor mij was heel vies en iets niet leuk. Een vader was voor jou iemand om bang voor te zijn? Ja, heel erg. Ik had, mijn moeder was zwanger met een man van Cyprus en hij wou mij vermoorden in de buik. Hij kwam met een wapen en mijn moeder is weggerend. Hij is terug naar zijn vrouw gegaan en mijn moeder heeft mij weggegeven in angst dat iets gebeurt met mij en dat ze niet weet niet wat ze moet. Zo 2 jaar had ik helemaal geen vader. Dan was ik getrouwd met mijn stiefvader, dus alcoholic, schizofreen, bezig met satanistische dingen. En ik kwam terug daar wonen met mijn broer en mijn vader zegt vanaf ik kon praten en horen, je bent niks, je bent een heks, je bent niks waard. En ik geloof dat. Ik denk, ja, ik ben niks. Ik heb dat is altijd tegen jou gezegd? Altijd tegen mij gezegd. Jij stelt niks voor?
je stelt niet, ja, precies. En dan begon de misbruik van mijn vader, van mijn groep mannen, ook satanic dingen, heel heftig. En ik dacht altijd, dit is niet goed, maar ik weet niet wat ik moet en misschien verdien ik ben niks waard. En als ik echt heel verdriet had, dan ga ik alcohol drinken. Hoe oud was je toen? Wanneer alles gebeurt? Ja, toen je alcohol ging drinken en al die dingen die nou, zich afspeelden. Nou, ik begon ongeveer rond mijn 10e met alcohol. Naar moed van mijn vader. Als hij mij misbruikt, moet ik alcohol drinken. En dan begon ik dat gevoel van een beetje rustig gevoel te willen dat hebben. Dat was ook makkelijker voor hem. Ja. Henk, jij hebt het verhaal van Jane opgeschreven. Het lijkt me gewoon alleen al schokkend om alles te horen. Ik bedoel, wat Jane nu zegt. Als meisje van 10 moet je alcohol drinken. Mm-hmm. Wat heeft dat verhaal met jou gedaan? Ja, het was een heel intens proces inderdaad om het verhaal samen eigenlijk weer door te gaan. Dat hebben we ook van tevoren besproken toen Jane mij vroeg om het verhaal te schrijven. Jane, als we dat gaan doen, ik moet wel alles weten om eigenlijk in jouw persoon te kruipen en jouw verhaal als Jane, het is een autobiografie, zeg maar, ik als ghostwriter erachter. Mm-hmm. Dus dat is heel heftig geweest. Want je komt wel met hele pijnlijke dingen. Ik kan me voorstellen dat het voor jou best een heel zwaar proces is geweest. Je moest alles weer onder ogen zien, benoemen. En dan zit jij als voorganger, als pastor, mm-hmm. zit je daarnaast. Ben je dan auteur? Ben je dan pastoraal? Laat het synchroon? Ja, het is een soort mix. Je bent op een gegeven moment ben je van alles met elkaar. Je trekt eigenlijk een jaar met elkaar op. Ook samen met haar man en met mijn vrouw. Dus het is een intensief jaar. En het gaat via gesprekken. We zijn in Engeland geweest waar veel dingen zijn gebeurd. Heel veel mailcontact, heel veel gebeld toen ik begon met schrijven. Het zwaarste project wat ik denk ik ooit heb gedaan. Het heeft ook veel letterlijk. Ik kwam ook vaak bezweet en behuild uit mijn werkkamer. Gewoon als je weer dingen had opgeschreven. Maar ik heb ook ervaren dat God mij wel echt heeft gedragen door het proces heen. Ja. En voor Jane en voor vrouwen en mannen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt, heb ik dat graag gedaan. Ja. Ja. Nou, hebben we het even over de pijn en de moeite die de schrijver het kost. Maar we hebben het over jouw leven. En de pijn die jij hebt doorgemaakt. Aan het begin van de uitzending vroeg ik aan je, wat heeft dat met je gedaan? Je wordt kapot gemaakt. En nou zie ik hier toch een vrouw zitten. Die ziet er niet kapot gemaakt uit. Wat is er dan gebeurd? Je ziet er als een gezond mens uit. Ja, zo ben ik. En ja, ik lak elke dag, ik ben blij en ja, ik heb joy, vreugde. Dat heb God mij gegeven in plek van al de ellende. Maar het was een proces, het is niet in één dag. En nadat al de verkrachting, forceerd abortie te hebben op 13 jaar, dacht ik, ik wil dood. Ik dacht altijd, ik wil dood. Altijd alcohol drinken, wegrennen. En ik ren weg, ik woonde op straat een paar weken. Dan had ik een hele lieve man ontmoet. Ik denk, this is it. Dat man gaat me redden. Ja. 20 jaar oud, zou ik met hem trouwen, was hij verongelukt. Was een machine op hem gevallen, waar hij werkt. Ik ben gevlucht naar Israël. Ik zag in een magazine, kom naar Israël. Zo, ik ben gewoon naar Israël. 4,5 jaar. Daar een andere man ontmoet. Ik denk, this man gaat me redden. Had weer een kind gehad, was mijn baby overleden. De man had mij op straat echt. Na een paar dagen nadat mijn kind overleden is, zat ik op straat met één tas. En ik probeerde mezelf dood te maken, dat lukt ook niet. En ik ben wakker in het ziekenhuis na een paar dagen in coma. Met de liefste vrouw zat naast mij. Voor mijn kerk, waar ik af en toe achterin zat. Even naar de liedjes te luisteren. Ik vond het heel prachtig, de liedjes en de tekst. En ze zegt, iemand hier had gezien, ze kent jou. Ik heb gebeden, God zegt, hij redt jouw leven. Jij ben ik waard.
En ik denk, nou oké, gekke vrouw, maar ik ben met haar gaan wonen, uit nood. Mm-hmm. En door de liefde van de mensen, die gezinnen in de kerk, die begin ik meer en meer God te ervaren. Gewoon door de liefde dat mensen mij geven. Ook dat ik voelde niks waard, merkte de moeite. Heb die nachten voor mij gebeden, mij op zoek in de kroeg, 2 uur in de nacht. En meer begon ik te denken, oké, ik ga kapot, maar God is er. En meer ervaar ik dat. En dan, tot ik dacht, ik geloof wel in God, maar niet als vader. En later kwam ik naar, was ik getrouwd met mijn man. Ik heb ik in Israël ontmoet, een Nederlander. Gaan we hier wonen. Geloofde ik in God, was ik zondag naar de kerk. Probeerde goed mijn kinderen op te voeden. Behalve van die angstmomenten waar ik niet God kon vertrouwen. Daar pakte ik alcohol, rende ik soms weg. Heb ik mijn man heel veel problemen gegeven. Hoe vaak gebeurde dat? Elke maand. Elke maand had je een paniekaanval? Ik heb nachtmerries en herbelevings. En in de kerk was mij verteld, niet bij iedereen, maar we gaan bidden en ik moet goed. Ik was dan bang om te durven zeggen. Tot God ingrijpt. Ik zat op de bank één avond en ik zat te drinken. En God pakt mij echt vast. Ik voelde ik gewoon. God zegt, wat wil je? En ik zeg, ik wil dood. En hij zegt, maar wat is je grootste wens? En ik zeg, gewoon, ik weet niet, ik moet dood, maar ik kan niet goed moeder voor mijn kinderen. En hij zegt, oké, ik laat je begrafenis zien. En ik zag mijn begrafenis, ik zag alle lieve mensen huilen. En ik zag mijn kinderen, Jesse en Hanna, huilen voor de moeder. Niemand kon mijn plek nemen. En s'avonds, na de begrafenis, brak God mij in mijn geest naar de bed van mijn kinderen. En ik probeerde hem te pakken, maar mijn armen kwamen door. Ik kon hem niet pakken en hij was schreeuwen, mama, mama. En ik dacht, dit is zo erg, de liefde van mijn kinderen. En God zei, wat wil je nu? Wat is je wens? Ik zeg, mijn kinderen te pakken. En hij zegt, een beetje soort boos, dat kan je nu al. Nou, stoppen. Hoor je een stem? Ik hoorde een stem met, dat kan je nu. Ik zat wakker en ik ren boven. Ik heb mijn kinderen wakker. Ik heb zo gehuild en mijn kinderen gepakt. En dat liefde voor mijn kinderen is soort iets beginnen te genezen. Want op dat moment ervaar je van, maar ik wil blijven leven voor hen. Voor mijn kinderen. Ja. En later was mijn oma mij gebeld. Ze zegt, jouw stiefvader gaat dood. En mijn stiefvader heeft mij op slot in de kast voor uren, voor dagen. Heel kleine kast. Hij heeft mij geslaan, hij heeft mijn broken arm, hersenschuddings verkrakt. En hij was zo doodeng, dit vaderbeeld. Maar voor mijn lieve oma kwam ik. Ik zat naast mijn vader, ligt hij soort in een coma met longkanker en bloedvergifting. Hij zou dood deze dag. En iedereen was weg, zat ik alleen naar hem te kijken. En ik voelde God naast mij en ik voelde dat mijn vader niet weet wat hij deed. Hij kon ik niet helpen. En hij was wakker. Hij kijkt me aan en hij was zo bang. En hij zegt, I'm scared. Ik ben bang. En hij zat uit bed. Ik pakte zijn hand en het was zo klein, witte, dunne hand. En ik had tranen over mijn wangen en ik pakte zijn hand. En ik zei, ben je bang om dood te gaan? Zegt hij, ja. Hij zei, je bent bang naar God te gaan, hè? Zegt hij, ja. Ik zei, pap, ik vergeef je. En hij kijkt mij zo lief aan. En al die boosheid smelt weg. En dan dacht ik, hij weet niet wat hij doet. Dat is niet Gods schuld dat hij dat deed. God was misschien huilend naast mij altijd. Mm-hmm. Ik kom terug naar Nederland. Ik voelde me echt vrij. En ik zag de lieve vaders voor me heen. Dat had ik niet ook voor. Ik zag mijn man, hoe lief voor de kinderen zorgen en andere mensen. En ik dacht, God is echt mijn vader. En er is een paar foute vaders op aarde, maar dat moet we meer voor zorgen in de gezinnen dat dit taboe gebroken is. Je vertelde nu heel kort, hè? Ja. Heel snel, dat je hem kunt vergeven. Ja, en dat maar is, lukte dat? Het lukt gewoon zo, met Gods hulp. Het lukt jaren niet. Jaren dacht ik haat mijn vader. Maar die man zou je toch gewoon daar in elkaar willen timmeren en denken van, wat ben je toch voor een klootzak geweest? Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Ja, dat dacht ik voor jaren. Ik haat echt mijn vader. En dat haat heb niks met mijn vader gedaan. Dat had mij kapot van binnen. Ik heb mij bijna gestopt goede ouder voor mijn kinderen. En dat ik hem vergeef, was God geeft dat kracht om mij. Ja. En ik zag gewoon een heel klein, dun, zielig man. Ik zag niet de grote monster. En ik dacht,
hij is gek. Hij weet niet wat hij doet. Hij kan ik niet helpen. Het is niet goed wat hij deed. Nee, dat niet. En niet dat ik van hem hou. Dat kon ook niet. Maar wel dat ik kon hem loslaten in de angst en in mijn vaderbeeld. Ja. En daarmee kwam er ook rust voor jezelf. Ja, en dan begon ik meer en meer rond mij heen de nood te zien. En ik dacht, er zijn zoveel vrouwen dat niet God als vader kan ervaren. Ook mannen, er zijn zoveel mannen nou dat ik krijg reacties. Ja. En ik denk, als ik gewoon mijn verhaal, als mensen lezen het boek en ik krijg soms raar reacties met hoe durf je zoiets te schrijven? Nou ja, dan lees het boek niet. Maar de mensen, dat lees ik en krijg hoop dat ze ook dezelfde situatie hebben. En het hoeft niet dood. God is God. Als hij mij redt, ik dacht, ik ben niks waard. Ik ben verkracht en vernederd voor jaren, op slot gedaan, geslaan. Maar God houdt van mij en hij heeft mij echt gered. Het kan voor iedereen. De vraag waar een hoop mensen mee zitten is, ja, maar waar was God dan? Kon hij dan niet ingrijpen? Ja, maar dat dacht ik ook. Wanneer ik in de kast zat, helemaal alleen, soms zonder kleren, soms voor 3 dagen. En ik moet ook naar de wc in die kast. Zo, ik was verschrikkelijk koud. En ik dacht, ik ga het gek hier. Ik kan dit niet aan. Maar ik zang in een koor. En dat is ook in het heel lange verhaal, maar dat is daar. En de liedjes, was ook teksten van de Bijbel, de liedjes kwamen in mijn hoofd. En ik had een lamp in de kast dat ik had gestolen van buiten. Dat voor een jaar in de kast kon werken. En ik zag een soort regenboos door mijn tranen en de lamp. En dat regenboos was voor mij iets dat ik kon focussen op. En ik dacht, one day, één keer wil ik dat regenboog in mijn hart. Dat wil ik daar naartoe. Ja. En nu is dat regenboog in mij. En ik voel dat. En dat wil ik. Ik zie heel veel mensen in donker rondlopen en ik wil hem regenboog geven. Ja, zo en is daarom, het. Daarom wel ik de boek. Ook dat ik een beetje kwetsbaar en er zijn heel veel dingen. Ook heb ik heel veel fouten. Het is niet allemaal, ik ben geen soort slachtoffer dat, oh, zielig ik. Je kan in het boek lezen hoeveel fouten en verkeerde keuzes ik heb gemaakt. Maar God vergeef mij. Mm-hmm. En dat wou ik delen met de mensen, te zeggen, het is niet erg. Het is niet jouw schuld als dingen met jou gebeuren. Maar durf open. God geeft je de kracht. En als hij dat bij mij deed, dan is er hoop voor iedereen. Ja. Henk, wat is het thema van het boek? Want ik heb een aantal keren vergeving gehoord. Nou, dat vind ik zelf wel het hoogtepunt van het boek. Waar het op uitkomt. Dat inderdaad Jane haar stiefvader in die ziekenhuiskamer vergeeft. Het herstel van God, wat je ook in het boek ziet, dat hebben we ook in het verhaal van Jane, is dat ook zo, dat vaak als bij iemand één ding verkeerd gaat, dat er een soort opeenstapeling komt van narigheid en slechtheid, wat over zo'n persoon wordt uitgestort. En dat zie je ook bij Jane, van het één gaat het weer dieper en denk van het kan niet dieper en dan gaat het nog weer erger. Dus die hele gradatie in het kwaad dat over een persoon uit wordt gestort. En ik zeg, bij Jane vind ik altijd een beetje van, het kwaad heeft alles uit de koker gehaald om één persoon grondig te verwoesten. He, een soort te laten zien van, nou, dit is hoe wij een persoon helemaal stuk kunnen maken. Kijk wat we hebben gedaan bij Jane. Het is tart elk voorstellingsvermogen. Ja. En toch gaat de goedheid en de glorie en de genezende kracht van God daarbovenuit. Is ze 20 jaar getrouwd met dezelfde man? Is ze niet ziek in haar hoofd? Heeft ze 2 gezonde, mooie tienerkinderen? En zit hier een wonder van de genade van God? En dat is het verhaal van het boek. Dat God heeft het laatste woord. En Jane is daarvan het levende bewijs. En als er hoop is voor Jane, dan is er hoop voor iedereen. En dat hebben we willen brengen in het boek. Ja. En vooral, jij wilde ook, de geheimen moeten gestopt worden. Spreek erover. Ja. Niemand helpt mij, maar ik wil dat mensen ogen open. Ja. Dit gebeurt wel. Heel veel mensen zeggen, maar dat kan niet gebeuren. Maar andere mensen zeggen, dat is met mij gebeurd, dat is met mij gebeurd. En zo komt dingen. En dat gebeurt nu, gisteren en morgen. Als iemand zich herkent in jouw verhaal, welk advies zou je hem of haar willen geven? Niet dit binnenhouden.
Ik heb altijd alles geprobeerd weg te stoppen en in mijn eigen macht. Maar je wordt zo moe. Je kan ik misschien een paar jaar, je kan naar drugs en alcohol, maar uiteindelijk word je kapot. Maar alleen God kan helpen, maar mensen rond je heen. Ja. So, ik vraag hulp. Ga met iemand praten. Ja, vraag hulp. Dan gaat het gesprek hierover aan. Ja. Ja. Ik wil jullie beiden bedanken voor dit gesprek. Jane, vooral jij bedankt dat je jouw verhaal wilde vertellen. En dat jij het hebt opgeschreven. Ja, Jane. Dank jullie wel. Ja. Het verhaal van Jane Lassonder. Het is opgeschreven door Henk Stoorvogel. Haar leven was een hel totdat ze geraakt werd door de hemel. Een heel bijzonder boek. Dank voor jullie bijdrage deze morgen. Ik wil de heren aan tafel bedanken voor wat zij hebben gedeeld met ons. Het boek van Floor, Soms in Afrika. Floor Komen was te gast deze morgen. En Rob Hondsmerk, en aanstaande zaterdag is er een jonge gezinnendag in Hardingsveld, Giessendam. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Morgenochtend zijn we er om 9:30 weer. En vanmiddag om 16:00 dan is de herhaling van deze aflevering. Ik wens u een plezierige dag. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag. Café Tinto werd mede mogelijk gemaakt door Bas, Mode in de Polder. Mart Kleppen, de kunst van mooi wonen. En ProLife, de christelijke zorgverzekeraar.